En het was heel erg spannend. Ondertussen, een paar uurtjes geleden, toen ging het zo. Planeet de Kok. Tom de Kok. Ja, zaten we hier allemaal nagelbijtend naar de live feed te kijken vanuit de Academy in Amerika. Waar ze dus beslissen wie er genomineerd is voor de Oscars. En toen klonken de verlossende woorden waar iedereen op zat te wachten. The best foreign language film, the nominees are from Belgium. The Broken Circle Breakdown. Ja, en er was een spontaan applaus hier bij M&M. En dat applaus dat was voor een heel groot deel voor de regisseur en een van de bezielers van het project natuurlijk, Felix van Groeningen. Goedemiddag en proficiat. Yo! Yeah. Zeg, je, hoeveelste interview is dit sinds half drie? Ik weet het niet juist meer. Ja, maar ik heb al veel gedaan. Niet meer op één hand te tellen zijn. En gaat het nog een beetje? Want ja, dit moet echt wel een soort van stortvloed van aandacht zijn ondertussen. Ja, ik heb nog nooit zoveel sms'jes in mijn leven gehad. Ik denk dat ik ondertussen aan, ik ga een keer kijken, 65 zit. Amai, ja, dat is een hele hoop. Ik zou je nummer nu kunnen zeggen op de 90, radio, dan krijg je 90, nog veel meer. Maar 90 sms'en. En ja, ik neem aan, allemaal uiteraard zeer fijne reacties. Er gaat niemand boekig doen omdat je genomineerd bent voor de Oscars. Maar dan dringt de vraag zich op, Felix. Als je nu niet genomineerd zou geweest zijn, wat zou je dan op dit moment aan het doen zijn? Ik heb er de hele tijd proberen over nadenken. Dus ik wil mijn eigen echt de hele tijd op de grond krijgen. Want stop met zweven. Het gaat niet zijn, het gaat niet zijn. Yeah. En ja, ik weet het niet. Ik had mijn eigen denk ik voorgenomen om naar de cinema te gaan. Ja, kijk, gewoon vluchten. En zo 2,5 liter te kopen. En bier. En die op te drinken en dan naar andere films te kijken. En, yeah. en nukkig te zijn. Maar nu, kijk, het is helemaal anders uitgedraaid. Je hebt ze op zak, die Oscar-nominatie. Je gaat dat uiteraard vandaag nog vieren met de 16 tv-optreden. Straks in het journaal en op alle tv-zenders ga je te zien zijn. En dan, als je thuis komt straks, Felix, wat gebeurt er dan? Dan zal ik daar samen met mijn lief zijn, denk ik. Ja. En dan gaan we dat ook nog verder vieren. Hè? Je bent ondertussen ook met Veerle Bates en de andere acteurs en zo. Sta je in contact? Je hebt samen interviews afgelegd en zo. Ik neem aan dat iedereen door het dolle heen is. Wat betekent dit nu? Is dit nu echt zo al bevestiging? Of wil je toch nog die Oscar vooral binnenhalen? En gaat het dan pas echt goed zijn voor jou? Nee, het is nu fantastisch. Niet te min. We gaan het wel proberen. Dus we gaan ons best doen. We gaan er echt voor gaan. We gaan dat goed doen en we gaan dat proberen omdat we denken dat het kan. Maar niettemin is dit is de prijs. Het feit van de nominatie, dit is ongelooflijk. En dat 2 jaar naar Runscope en vorig jaar was er ook al een kortfilm genomineerd. Allee, we zijn hier zo goed bezig in België. Vind ik ook. Ja. Naast de tennis vroeger en dan de voetbal en de chocola en bier en de mode en nu de film. Echt. We zijn er echt van aan het gaan. Het is fantastisch om te horen hoe blij je bent, Felix. Dan dringt nog een andere vraag zich op. Je gaat nu toch niet gewoon je koffers pakken en voor altijd verdwijnen naar Hollywood, zodat we je nooit meer kunnen bellen en dat je geen fijne Vlaamse films meer kan maken? Zeker niet. Ik ga er wel nu nog wel wat naartoe moeten, maar ik ga daar zeker niet gaan wonen. Hoewel dat het klimaat daar zeer aangenaam vind, moet ik zeggen. Maar dat is niet alles, het klimaat. Ja, er moet iemand die goede films hier blijven maken. Dan even onder ons gezegd en gezwegen. Hoe hoog schat je de kansen in dat er op 2 maart in die gouden enveloppen, of hoe ze dat ook doen tegenwoordig, de Broken Circle Breakdown zit bij de Oscars? Nu ga ik iets heel straf zijn. Ik denk 1 op 2. Serieus? Ja. Ja, nee, want de tegenstand is niet van het minste, maar we wensen het natuurlijk geweldig toe, hè. We moeten ervoor gaan. En weet je, ik ga echt niet teleurgesteld zijn als deze, maar ik voel wel echt dat die film daar een enorme impact maakt op mensen in de industrie. Het is echt een film waar mensen een beetje van omver vallen. Dat is gewoon zo. En dus, dus daarom zeg ik dat. Als dat nu niet zo is, dan is dat niet zo erg. Dan gaan we er heel erg van genoten hebben. Een trotse huisvader, Felix, die mag dat over zijn kinderen zeggen, hè, dat soort dingen. ik wens je nog veel uithoudingsvermogen de komende uren toe, want je zal nog flink wat moeten babbelen. Vanwege de hele redactie hierbij, M&M, proficiat met die Oscar-nominatie dus. Voor de beste niet-Engelstalige film van de Broken Circle Breakdown. Die heeft hij dus op zak gestoken. En Felix, je hebt ons samen met Johan en Veerle en al die anderen niet alleen een mooie film gegeven.
Maar ook mooie muziek. En met jouw goedkeuring gaan we daar nog eens naar luisteren. Hier bij M&M. Top. Is het goed? Allee, vooruit. Goed. Geniet er nog van. Een gelukkige Dag. Felix van Groeningen. Ik onthoud 1 kans op 2 dat ze winnen. Het zou zomaar eens waar kunnen zijn. 2 maart, dan weten we het. En je gaat het hier op de eerste rij kunnen volgen bij M&M.